Maar weet je hoeveel zij verdienen? Je zou het niet geloven. Ze krijgen... Yo lieve mensen, vet dat jullie allemaal kijken. Ik word helemaal enthousiast natuurlijk, enthousiast. Zeker weten. We gaan de 10 beste betaalde baantjes bekijken. Ja mensen, daar zijn we dan. Superleuk. En we gaan het gewoon doen, weet je. We gaan die money strooien. Even kijken, zo. Zoiets. En dan zo, ja. We gaan money strooien. Het eerste baantje is, jawel, je zou het niet denken. Je zou denken, what the fuck. Ja hoor, dat is de tandarts. Ja, ja, de tandarts. Die verdient gewoon 4000 eurotjes per maand. Netto maand. Dus dat is wel cool. Ja, dat weet ik ook niet. Oh, ga weg. Ga weg. Zit een beetje in de studio stoer te doen. Nou, beroepje 2. Beroepen in de geneeskunde. Dus als mensen zich genezen, net zoals dokter, of chirurg, of tandarts. Nee, tandarts niet. Maar weet je hoeveel zij verdienen? Je zou het niet geloven. 15.000 euro per maand. Dat is echt wel lekker. Sommige mensen kunnen daarvan dromen, jongens. Boet. Functie 4. Ik weet niet waarom functie zeg, maar dat boeit me geen ene flikker. Fysiaal recht. Ik weet niet wat het is. We gaan even kijken wat fysiaal recht is. Het fysiaal recht is zeer complex en afgestudeerd die goed in zijn of haar vak. Ook een mooi loon verdienen. Je krijgt 3000 euro per netto maand. Het is een staatsrichting belastinginstructies-economie. Kaas! Vijf is ook heel interessant. Dat is fiscale economie. Maar die mensen verdienen ook wel wat. Super lekker. Die verdienen 3000 drubba-tja-papa-pa. Netto maand. En ik weet nog steeds niet wat netto maand is. Maar dat maakt niet uit. Komt goed. Duimpje. Nummertje. 6. Ja, dat moest wel even, weet je, voor de video. Farmacie. Ik weet allemaal niet wat het is. Dit is een soort van Chinees iets. Het maken van geneesmiddelen en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is een zeer gewilde studierichting. Ja, joh. En die verdienen, even kijken, 3000 per maand. Netto maand, trouwens. Netto maand. Ja, ja. Nummertje 8. 9, 10, 12, 13, 14. Nummertje 8. Dierengeneeskunde. Iedereen met geneeskunde verdient veel. Een dierenarts verdient 2000 euro per netto maand. Dat is zeker lekker, jongens. Daar kunnen mensen van dromen. Echt waar, dat is niet normaal. Ook super veel geld, serieus. Nummertje 9. 9. Nee. Informatica. Ja, geen idee wat het is, maar we gaan het nu zien. Informatica is nog steeds een studierichting waarin goed betaalde banen te vinden zijn. Vooral als je kunt programmeren, dus in de staat bent om nieuwe software te ontwikkelen. Mensen die software ontwikkelen en die verdienen, jawel, je zou het niet denken, 2000 euro per maand. Iets meer dan. 2700. Netto maand. Trouwens. Oké. 10. En dat is echt goed gezien. Informatiekunde. Weer zo'n moeilijk woord dat ik denk van... Ik heb nog niet in school gedaan. Nog steeds een zeer goed betaalde baan. Kun je vinden als je na... Zo. Ik zat de klemtoon iets anders te gebruiken. Wacht even. Overnieuw. Dan de softwareprogrammeurs. Programmeurs. Ik ben helemaal. Weet je wel, helemaal. Snap je? Dus ik ga het niet lezen. Doei, ik ben te lui, flikker. Wat zijn ze? Even kijken, wat verdienen ze? 2600 per netto maand. Jullie weten dus dat er geneeskunde heel erg betaald wordt. En wat was het nog meer? Tandarts. Dus echt iets met het lichaam van een mens. Daar verdien je superveel aan. Dus als je gewoon plastische chirurg wordt. Hey, laat gewoon tieten bouwen. En je hebt euro's.
Je hebt money, dan kan je in de money gaan zwemmen. Wacht even, ik zoek even mijn muntjes op. Ik heb nu 10 cent en ik dacht gewoon bij de video, laat ik hem gewoon strooien. Ik ga hem gewoon strooien hier, hier in dit mooie studiootje. Dus 3, 2, 1. Ah, superleuk jongens. Nou, geweldig joh, geweldig. Leuk. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog natuurlijk. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En jullie zijn een stel bazen. Doei. Doei gangsters. Like. Reageer. En deel. En dan moet ik een soort van weggaan, toch?